Hey, hey, daar zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rosso's Running Channel. Vandaag gaan wij in Borger lopen. En wat loopt hier naast mij? Mijn goede kameraad Niels Jurink. Ook wel bekend als ome Neil. Ook wel bekend als Neil. Ik noem hem vaak gewoon Neil. Dus hoor je Neil, heb ik het tegen hem. Wij gaan een ronde lopen in Borger. We kijken nog wel even hoe lang het wordt. Dat weten we nog niet. En ja, dit wordt mijn eerste duo-loop op Rosso's Running Channel. Dus heb je er een beetje zin in, Neil? Yeah! Wij gaan er gewoon voor, hè? En wij gaan natuurlijk heel veel stickertjes plakken hier. En we hopen dat jullie weer veel naar deze video gaan kijken. Laten wij naar de start gaan. En laten we gaan rennen. Dat doen we. Oké dan! Nou Neil, we zijn begonnen. Hoppa. Hier, luk. Ja. Lekker weertje. Ik ben hoog kapot. Hij is nou al kapot. Nou, geeft niks. Je hoeft nog maar een paar kilometer. Ja? Dat is ook zo. Ja. Nou, wij gaan even heerlijk een paar minuutjes rennen. Wij spreken jullie zo weer. Take it, yeah. Locatie voor stickers voor naast de rondpot vakanties. Ja toch? Ja.
een witte vlek. Het is wel prachtig zo. Poesje. Jij. Ja, aardige vakantiehuisjes. Ja, mooi zeg. Zo, half een boerderij.
heb het idee dat we een beetje bergop gaan. Ja, krijg je vraag, Neil? Nou, niet of onze pees gaat omhoog of de berg gaat omhoog. Ja. De twee. Weet je wat het voordeel van omhoog gaan is? Nou. Dat je daarna weer omlaag gaat. Meer huizen verwachten hier in de stadskern van Borger.
Ja. Zijn er niet veel, hè? Nee. Nee. Volgens mij komen we ook al redelijk in de buurt van de stadskern van Ees. Oeh. Nou, we zijn benieuwd. Nou, we zitten nu op de 3 kilometer, een heerlijke pace van 5.40. Dat vind ik al een redelijke prestatie, vooral voor jou, Neil. Nou, gezien jij al maanden niet meer gelopen hebt, wat ik uit betrouwbare bron hoorde. Maar het zal wel een maandje zijn. Maar ja, het gaat wel lekker. 3 kilometer al afgelegd en ja, het kunnen er alleen nog maar meer worden, want achteruitlopen doen wij niet. Ja toch. Dat is ook zo. Hallo. Nou, Neil, heb jij nog wat te melden? We gaan de berg weer op. Ja, en wat moeten ze ook alweer doen? Lopen. Oh, subscriben. Subscriben. Ja, daar zag je hem. En daar, belletje. Die ook even aandrukken. En liken. Doe ook maar even. Dan kachelen wij nu weer verder. We gaan hier het bochtje half rechts. Dan weet jij dat ook, Neil. En we gaan op voor de volgende 3. En dan zien we wel weer waar we zitten. Ik zie trouwens een stickertje. Een bordje. Kijk eens, Neil. Krijg jij een stickertje? Ja. Ik spreek u zo weer. En Neil ook. Yo! Hoe dan? Oh, wacht je. Niet een andere manier van lopen als dat ik gewend ben. Gewoon lekker goede pace. En wel af en toe even langzaam lopen. Dat is veel beter vet verbranden. Ja, dat is waar. Hoe harder je loopt, hoe meer spiermassa je vormt. En hoe rustiger en verder je loopt, hoe meer je verbrandt. Wat zei je, Arnold Schwarzenegger? Nou. En mij heeft altijd verteld dat je nog een goed gesprek kunt voeren onder het hardlopen. Dan heb je de goede pace. Ja.
ben hier echt dol op fietsen. Hey, echt een fietsdorpje, dat Borger. Nou, ja. Heb je het hoofd al het rode? Nog niet. Kijk een over een paar kilometer, oh ja. Nou, ik dacht echt net toen je stopte, ik dacht, nou, dat zijn wat de helft. Maar dat gevoel heb ik nog niet. Ben je nou onder je eigen naam op Strava, Jan, of onder een running struggle? Ik ren gewoon onder Jan Rassing. Ja. Dus als mensen graag mij op Strava willen hebben, zoek naar Jan Rossing. Hoi! Hier, een hunebedje. Een hunebedje, oh wat mooi. Dat is toch prachtig. Wat zien wij hier? Een hunebedje. Nou, zie je toch ook niet vaak in de rest van het land. En dan even een pose op maken, Neil? Of durf je het niet aan? Nee. Kijk eens even. Prachtig. Die man loopt al heerlijk te hijgen. Heerlijk. Daar hou ik van. Het sportershart zit alweer in hem. Woe. Nou, we hebben nog geen 5 kilometer gedaan. We zitten op 4,5. Maar het gaat me wel redelijk lekker af. Ja. Ja. Het is goed warm. Het is best warm. Behoorlijk warm. Volgens mij komt die lange broek van jou ook wel uit. Hoi. Hallo. Nou, ook weer een paar burgers die graag op Rossos Running Channel willen komen. Nou, wij gaan weer een stukje verder. En ik heb zo'n idee. We zitten straks ook al bij een bocht. Naar rechts en dan weer naar rechts. Dus dat betekent dat wij daar ongeveer bij Ees zullen zijn. Ja. Zoveel zijn we alweer. Ik zeg, tot straks jongens. Hoi.
Wat heet u bijvoorbeeld? Jan, Lassie, Toon van Rijst? Ja, wel Rijst. Miss Babby Pangang. Hi. En wat staat er bij u op het menu? Dat weet ik niet, maar ik zag net Lassie voorbij rijden. Dat is ook weer waar. De vrouw kookt. Nog een beetje. Stikt hier van de hunebedden. We missen alle hunebedden. Nou. Neil, stop. Het is weer zo laat. We hebben weer een befaamde afslag gemist. Neil had het net over een mooie hunebed. En waar moesten wij afslaan? Richting die mooie hunebed. Oh, nou. Dus, laten we dat maar doen. Krijgen we hem toch anders gezien. Anders wordt de video nog langer. Ja, dan zijn we straks 2,5 uur onderweg en dan denken we, wat doen we in Koevorden? Nou, houd de stick maar vast dan Jan, dan maken we die hunebed ook even voor ons. Nou, gaan we dat even, wow. Dat is een beste hunebed. Nou konden ze vroeger mooi in wonen. Ja. Ja, oh nee, dat was een hunebed niet voor, hè? Hij was levensbestendig. Je kon er ook, zeg maar, ja. Tot bij je dood kon je er ook in blijven wonen. Ja, precies. Dat is waar. Het lijkt hier de hunebedloop wel. Nou, prachtig mooi om weer te zien. Een hunebedje. Kijkt u eens. Het ziet er allemaal weer mooi uit. Wou je er nog even bovenop, Neil? Ik doe wel net alsof. Hiep, hoi. Nou, nu eens even kijken of we goed gaan lopen. Ik denk zo dat wij hier het paadje in moeten slaan. Oké. Dus die kant op. En ik zeg tot straks. Nou, met twee man lokken, leuker als al in. Ik mis de hardloopwedstrijdjes wel. Iedereen mist de hardloopwedstrijden. Ja, ook al wat je laatste elke keer, er rijdt niks uit. Het gaat om de sfeer. En om de sport. En om de gezondheid.
subscribe. En like. Belletje. Ik zit wel op zet, dat ken je wel. Nou, we zitten op de 6 kilometer. Yes. Ja, ik heb een. Hebben jullie stiekem nog niet verteld? Kunnen jullie waarschijnlijk al wat lezen? Bij de intitulering. Maar wij hebben de 12 kilometer ingesteld. Oeh. Ja. Dus wij zouden nu op de helft moeten zitten. Hou je nog een beetje vol? Ja, gaat lekker. Ja, toch? Ja. Nou, we zitten lekker rond een pace van 6. Dat betekent voor de leken 10 km per uur. Nou, dat is een mooi, rustig tempootje waar we het lekker in kunnen volhouden. Dus mooi door het bos, niet de hele tijd de zon op de mik. Af en toe ook een beetje schaduw. Nou, is goed te doen zo. Heerlijk. Ja. Nou, dan gaan wij even aan de kant voor de fietsers. En we gaan ook maar weer een stukje verder rennen. Even een klein minuutje rust gaat. En dan kunnen we alweer. Of niet dan? Zeker, vol gas. Nou, ik zeg en gas. Ja, het is toch een geruststellende gedachte dat we over de helft zitten. Dan wordt het alleen maar minder. Precies. Fire.
Neil Balboa. Wat denk jij, Jan? Paddenstoel of bordje? Bordje. Bordje. Bordje is het. Ja, ik verwacht dat we even op de landerijen zouden zijn. Veel bos deze route, mooi hoor. Ja, prachtig. Ziet er weer goed uit. Ik zie een huisje. Ja.
time. I'm alive. Do or die. I'm alive. Nou, we zijn weer een beetje in de bewoonde wereld. In Ees. Ik zei het toch? En zoals de Eesenaren zeggen, kracht, bloei en pracht. Bloei, kracht en pracht. Buurtpretentie, bordje Ees. Moeten we ook wat mee? Nou, ik vind het allemaal hartstikke mooi. Ik zal even een stickertje pakken. Wij tolken het stickertje even af en wij gaan hem een mooie plek geven, ook wel een mooi momentje even op groene mos. Voor een thumbnailtje. Oma Neel komt er even gezellig bij staan. Rosso's Running Channel, thumbnail geschoten. Hoppa. Net zo gemakkelijk. Nou, dan gaan we een stukje verder. Je moet hier zo'n stukje rechtsaf, dan weer links en dan gaan we weer rechtdoor richting Borger. In de hoop dat daar ook een mooi bordje staat waar wij bij de finish zijn. Nee, een stickertje kunnen plakken en weer door moeten. En weer door. Okay. Nou jongens, tot straks. Yo! Zo, en dan gaan we nu over van de landerijen naar de zanderijen. Oh, leuk, golf. Ik dacht even dat we het waren, het verkeerde park.
Ja, precies. Maar ik nou al naar het biertje. En een lekkere kwak ook nog. Zo, het biertje dan. Oh, heerlijk. In het ijs hoor, ga ik beloofd. In het ijs. Oh. Nou, ik heb zo'n gevoel. Dat we bijna Ees uit zijn en dan weer richting Borger gaan. Of zoals de Borgenezen zeggen, Borger. Borger. Aanplakken verboden. Wacht even, nou weet Jan wel wat op. Aanplakken verboden. Hoe komt er mooi onder? Absakee. Thank you.
Nou, ik zie het bordje Ees uit alweer. Ja, mooi die bordjes. Niks nieuws. Blijven daar. Ja, die man die was er al net zo fan van als ik. Het stickerdrama. Hier, leuk. Het is toch prachtig om overal zo onze bekendheid te krijgen. Nou, daar gaat hij. Prachtig mooi zo. Ees uit. Dat betekent dat we nu zo Borger erin zijn. Of zoals de burgenezen zeggen, burger. Burger. Nou, en we hebben nog 2,5 kilometer op de teller staan. Om en nabij. Nou, dat moet ons toch lukken, Neil. Dat gaat lukken. Dat gaan wij doen. Want we hebben natuurlijk de heerlijke Belgisch is het toch? Ja. Een heerlijk Belgisch gekoeld kwakbiertje staan voor de afsluiting. Nee. En mijn befaamde sigaartje waar ik niet op kan wachten natuurlijk. Nou, wij gaan weer een stukje verder. Het is ook nog maar een stukje. Dus we zien jullie zo bij de finish. Zeg, tot straks. Hen. We'll be right back.
Nou, die laatste paar kilometers hebben we tegenwind. Ze vallen mij wel zwaar. Nou. We zitten nu op 10,5 en 1,5 kilometer te gaan. Lijkt heel weinig. Maar een minuutje lopen is geen luxe. Nee. Ja, dat kunnen we nog even gebruiken voor dat wij de eindsprint naar die befaamde finish gaan maken. Het was wel een hele mooie run. Lekker door het bos gesjagerd. Een paar hunebedjes gezien. Dus genoten heb ik al wel tot nu toe. Ja, wat jij, Neil? Dat was echt heerlijk. Het laatste stukje, pittig. Dit laatste stukje is heel pittig. Het gaat op en neer. En we hebben flink wind tegen. Dus het is ook niet altijd roze geur en maneschijn. Zelfs niet bij een hardloper. Misschien kunnen wij hier nog wel wat van leren. De oefentherapeut. Nou, goed gezond bewegen kun je leren in balans met lichaam en brein. Nou, Neil, ik denk dat dat straks wat voor ons is. Echt wel. Maar wij raken wel in balans van het heerlijke kwakbiertje. Nou, hoe langer we lullen, hoe langer het duurt, hoe we bij de finish zijn. Dus ik zeg tot zo. Tot zo. Deden we nou een triathlon, Jan? Hè? Huh? Deden we nou een triathlon? In het laatste stukje op de fiets. Ja, als we maar niet hoeven te zwemmen. Ze hebben hier ook een kaartbank. Neil! Daar was het toch, ja. Gaan we nog een extra rondje.
Bijna. De laatste paar meter. Oh, wat is dit zwaar. Nou, het laatste stuk ben ik wel 10 keer gestorven. Neil, ik zet hem uit. Nou, dat was hem weer. De 12 kilometer Borger en Ees. Heerlijke run. Wat vond jij ervan, Neil? Heerlijk. Laatste stukje kapot, maar fantastisch. Ja, ik ben ook helemaal gesloopt. Het was ook flink wat wind tegen. Maar ja, we hebben wel weer een beetje conditie op kunnen bouwen. Nou, vergeet niet om te subscriben, te liken en het belletje. Altijd heel belangrijk. Borger, hartstikke bedankt hiervoor. Wij hebben heerlijk gelopen. Jullie hebben een prachtig mooi dorp. Ook nog een stuk Ees gezien dat ook prachtig is. Maar wij gaan nu even heerlijk genieten. Ik heb mijn sigaartje alweer aan. We hebben een prachtig, heerlijk Paul kwak biertje. Ik zal hem even voor je openen, oma Neil. Heerlijk. Hij is hartstikke koud. Deze gaat even open. En ik zeg... Proost! Proost! En tot de volgende keer bij Rosso's Running Channel. Oh, wat fantastisch biertje ook, hè. Lekker, wel, kun je mij wel blij mee maken met zo'n biertje? Mij ook wel. Meine Güte. Oh, heerlijk. Waar hadden ze deze, hè? Bij de lokale super. Hoe met de bonie? Mm-hmm. Meen je niet. Nou, fantastisch, hè? Ja. Het is echt zo'n biertje wat ik misschien 1 keer in mijn leven heb gehad. Maar dat wordt nu al zo'n memorabel biertje dat ik denk, oh, die heb ik toen bij die run gehad in die zon. En dan smaakt hij in 1 keer 10 keer beter dan dat hij normaal ook smaakt. En hij is ook nog lekker... Echt heerlijk. Lekker koud. God, wat een lekker biertje. Zo'n lekker biertje heb jij nog nooit gehad? Nee.